Hey kijkers van Blaaflevende, hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft 1.8 Survival. En ik zit hier vandaag in een facecam, een beetje in het donker. Dat komt omdat het nu al avond aan het worden is. Het zal misschien later in deze episode ook nog iets donkerder worden met facecam, maar dat zien we vanzelf alweer, want de zon gaat nu echt gewoon achter de wolken onder. Als ik zo even door mijn raam kijk, en ik dacht van, nou, oké, okay, ik kan nog wel even snel een videootje opnemen. Uh, ja, in deze aflevering zouden wij dus naar de caves gaan eigenlijk. Dat was een beetje mijn plan. Want, oh hey, ik heb geen Minecraft geluid. Of in ieder geval mijn, mijn, oh ja, wacht. Dat moet ik even instellen. Want ik heb net een opname gedaan um, voor een bepaald kanaal. En uh, dat, dat is voor een ander kanaal. Dat zullen jullie waarschijnlijk binnenkort wel zien. Uh, en dan moet ik even kijken of mijn, of mijn volume een beetje goed staat. Want ik moest namelijk bloks moest ik uitzetten. En als het goed is, hebben we nu wel geluid. Nice. Uh, want we moesten namelijk dat uh, ride, als ik het goed heb. Uh, ja, Polish ride. Of nee, dit, is, dit was. Uh, wat was het nou? Wacht even, ik ga het heel verslopen. Dan zie ik het. Ender side moesten we hebben. Dus ik had toch goed. Ender side uh, moeten wij hebben. Wij moeten wat uh, meer kool hebben. Zodat we dingetjes kunnen smelten. Zoals stone bricks. Want we hebben hier echt. Stacks aan cobblestone Die ik allemaal wil koken. Natuurlijk moeten we ook binnenkort even wat voedsel krijgen. Maar dat komt allemaal zeer binnenkort. Laten we maar eerst gaan beginnen met even een setje maken om naar de cave toe te gaan. Dus dan gaan we maar eerst even alle blokjes een beetje uh, droppen in de chest. Zodat we, ja, zodat we eigenlijk gewoon een beetje uh, wat ruimte hebben voor, voor andere shit. Uh, dus even kijken. Ik neem even een beetje hout mee. Dus ik neem gewoon dit ook goed mee. Ik heb genoeg eten, ik heb toortjes. ik heb mijn armor en ik heb mijn, uh, mijn diamond zwaard neem ik... nou nah, mijn diamond zwaard heb ik wel even nodig. Nou, in ieder geval dan hebben we dus nu een beetje genoeg om uh, voor de rest een cave te gaan clearen of whatsoever. Oh, hier, hier hebben we natuurlijk kool. Wacht, dat ga ik heel even eertje, eerst minen. Want kool uh, hebben we natuurlijk wel heel erg veel nodig. Uh, vooral met grote bouwprojecten waar je veel blokken wil uh, smelten of gewoon eten wil smelten. Kool heb je altijd wel nodig. Uh, even kijken. Nou, dan maak ik hier even wat dingetjes van. En dan kan ik hier even bouwen. Zodat ik dit even kan slopen. Want dat is natuurlijk altijd wel handig. Uh, dus ja. Uh, hoe gaat het met jullie vandaag, jongens? Met mij gaat het hartstikke goed. Um, ik zou eigenlijk vandaag naar de kapper gaan. Maar er is helemaal niks van geworden. Uh, want we hadden een beetje een uh, probleempje. Want mijn moeder was even een weekendje weg. En um, hoe heet het? We hadden dus geen geld, dat ze de pinpas pas mee. En uh, mijn vader, die was zo van, hé, hey, mijn, mijn zoon moet naar de kapper. Fuck ja, we moeten eten hebben. En we hadden namelijk geen ander geld, want we hadden niet zo heel veel geld gekregen van mijn moeder. Uh, of uitgepind zeg maar. Dus we konden niet zo heel veel uh, kopen qua eten. Dus ja, het was of ik naar de kapper, of we hadden vanavond niks te eten. Dus uh, nou, toen hebben we maar gezegd, nou, dan doen we maar het eten. Natuurlijk hartstikke logisch. Dus uh, ik ga morgen wel even naar de kapper. Ook krijg ik binnenkort een baantje waarschijnlijk. Want ik heb uh, bij Dirk van den Broek, veel mensen zullen die uh, supermarkt wel kennen. Volgens mij is het supermarkt, <laughs> ik weet het niet zeker. Oh, jawel, het is een supermarkt. Um, en uh, ja, het, het, hoe heet het? Ik heb namelijk, uh, daar heb ik een sollicitatie uh, ingestuurd als het ware. Of ik vroeg of ik kon solliciteren. Dit hebben we nodig, toch? Nee, dit, dit hebben we niet nodig. Nee, nee, dit hebben we niet nodig. Um, maar dan heb ik dus gevraagd van, hey, kan ik solliciteren? En ik heb dus binnenkort daar een sollicitatiegesprek. En dan ga ik dus wat dingetjes doen. Uh, ga ik gewoon, heb ik een bijbaantje. Uh, want uh, ja, dan denken jullie natuurlijk van, dunken. Je hebt, je hebt geld nu. Uh, of als je een bijbaantje hebt, dan kan je lekker veel shit kopen voor YouTube. Um, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje anders. Want ik heb mijn PC, waar ik dus nu op opneem. Uh, die heb ik als het ware een soort van lening heb ik uh, voor van mijn ouders en ik heb uh, dus uh, ja eigenlijk een soort van schulden bij mijn ouders ik had een 500 euro lening om deze pc gewoon op tijd en eerder te kopen want er waren wat uh, producten waren in de aanbieding en zo dus toen dachten mijn ouders van nou oké okay, dan geven we Duncan alvast een pc met 500 euro voorschot en zo uh, dus daar was ik super blij mee. Alleen je moet het natuurlijk nog wel terugbetalen. En dan heb ik gezegd van nou, als ik gewoon een baantje zoek, en die heb ik dus nu eindelijk gevonden, dan ga ik uh, zeg maar gewoon al het geld, of in ieder geval een heel groot percentage van het geld dat ik verdien, dat gaat gewoon weer terug naar mijn ouders om die lening als het ware terug te betalen. En uh, ja, dat, dat, dat dus eerst. En als ik daar dan nog steeds werk, wanneer ik, wanneer ik zeg maar een beetje, um, hoe noem je dat? Als ik daar dan nog steeds werk, dan is het zo van. Nou, dan kan ik het besteden aan een nieuwe microfoon of een. Of uh, whatever. Dus dan moet ik maar even kijken. Want uh, natuurlijk, met een baadje, je verdient echt best wel veel geld. Uh, dus je kan het beste gewoon ook uh, wat nieuwe shit kopen. En dat is altijd wel leuk. Misschien wat giveaways uh, kan ik ermee betalen. En uh, ja, weet ik veel. Um, natuurlijk moet het eerst allemaal naar mijn ouders geld. Dat gaat ook wel even een, uh, een poosje duren. Want dat ligt natuurlijk ook aan hoeveel werk jullie hebt. Um, natuurlijk zal ik proberen en dus blijven proberen uh, dagelijks te uploaden. Zoals ik eigenlijk altijd al zeg, ik probeer dagelijks te uploaden. Het, het lukt niet altijd, maar hey, ik doe mijn best en ik heb ook nog gewoon een leven naast YouTube en shit. Dus uh, ik, ik heb het soms ook wel een beetje druk. Oké, okay, we hebben in ieder geval nu alweer twee stekjes en de site, want dat zochten wij. Nu moeten wij voor de rest even wat kool gaan hakken. Nou, dat hebben we hier ook al, dat is super chill. We hoeven helemaal niet zo heel ver de cave in eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd wel dat ik call oversla. We hebben, we hebben zeg maar, op uh, niveau 12, dus nog veel lager, heb ik ook nog allemaal shit. Oh, en uh, ik weet niet of ik dat al eerder had gevraagd, maar dit is even de, echt een belangrijk dingetje voor de serie. Uh, zouden jullie een texture pack willen? Want ik heb hier namelijk wat texture packs. Uh, ik heb hier uh, 3D models. Ik heb hier uh, de Svex Pure BD Craft. Ik heb volgens mij ook John Smith Legacy voor uh, 1.8. Oh, ook heb ik al, als het goed is. Ik weet niet zeker. Ik heb hem in ieder geval gedownload. Ik heb hem volgens mij niet in mijn Minecraft staan. Ook zo lekker slim. Maar uh, ja, bijvoorbeeld zouden jullie bijvoorbeeld specs uh, als texture pack willen in, uh, in, in 1.8. Want ik kan wel even een preview geven uh, hoe het er ongeveer dan uit gaat zien. Want ik, uh, zeg maar, ze hebben... Ja, wacht, dat, dat laat ik straks anders wel even zien. Want, zeg maar, ze hebben wat uh, nieuwe dingetjes gebruikt in de game, zeg maar. Of uh, ze hebben, zeg maar, gebruik gemaakt van de 3D textures die nu uh, kunnen. Want, dat, oh ja, dat kan ik wel nu even heel kort laten zien. En dan zet ik het, laat ik het ook zo even zien in mijn huis. Um, even kijken, hebben we hebben hier de 128 keer versie. Nou, dan doen we misschien doen we dan de 256 keer. Maar dan houden we het nu bij de 128 want die laat even wat sneller. Kijk, dan zie je al als je. zo zeg maar, een beetje zo kijkt. Van. Hé, hey, de torch is dikker aan de bovenkant. Dat is wel super stoer. Ik, mijn loopanimatie is ook een beetje anders volgens mij nu. Maar dat, ik weet niet hoe dat komt. Maar ja, het, ik vind het ook wel gewoon mooi zoals het nu is. Weet je, maar mij mijn maakt, maakt het niet zo heel veel uit. Of het nou. Uh, de full texture pack is of een texture pack. Uh, zoals Swags. Want vind ik wel een van de mooiste texture packs die er is. Uh, John Smith vind ik ook wel leuk, alleen het is niet mijn favoriet. Maar ja, dat is natuurlijk bij iedereen een persoonlijke smaak. Um, maar ja, weet je, als jullie zo'n dus texture pack willen laten... Of een resource pack, zo moet ik het noemen. Uh, laat het dan even weten in de, in de comments. Ik ben zeker, 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 zeker benieuwd. Um, dan gaan wij nu even nog wat verder met hakken van het Side. Ik vind, vind ik wel echt de beste naam voor een uh, blok eigenlijk. En the side. Het klinkt, het klinkt zo stoer. Ik vind het ook het mooiste blok van de nieuwe blokjes die ze erin hebben gezet: um, van die van the side, the right en nog iets, zeg maar. Um, van die drie vind ik deze het mooiste. Maar ik was altijd wel een beetje fan van de stone brick. Dus dat is al, dat is al gelijk even een pluspuntje. Uh, even kijken. Nou, we hebben nu 49, uh, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. En ik kan heel goed rekenen. Nou, wij gaan weer terug. Uh, hoeveel kool hebben? 59. Dat wil ik toch ook maar even een stekje hebben. Maar dan stoppen we even met en side hakken. Oeh, hier is nog iron. Dit wil ik wel eventjes hebben. Iron is altijd handig om te hebben. Waarom is iron altijd handig? Ik heb geen idee. Iron is gewoon voor hipsters. Oh ja, shit, hé. Hey. We hadden hier ook nog een skeleton spawner. Hier kunnen we nog zo'n vet skeleton spawner van maken. Jongens, dit gaan wij binnenkort weer doen. Sorry, het spijt me. Ik was vergeten. Ik, ik zal even kijken of ik iets van een notitie kan maken. Om, om het even te herinneren. Want dit is wel heel uh, dom dat ik dat ben vergeten. Ik ben het letterlijk vergeten. Ik voel me zo stom nu. Mag ik me stom voelen? Ik denk het wel. Ik denk dat jullie ook een beetje waar vergeten. Maar ik voel me nu echt heel erg dom. Ik voel me nu zo dom. Maar ja, dat heb je natuurlijk altijd wel. Even kijken. We zijn al een beetje hongerig. Dus even een appeltje eten. En een porkshop. Oh, hey zombie. Yo, what up? Oh ja. Oh, dat ziet er zo vet uit. Als je, als je sharpness hebt. Die, die animatie of die, die particles die dan van, van zo'n. Uh, zo'n mop afkomen. Die zijn best wel epic. Oké, okay, dan gaan we dit even afplokken. Gaan we er heel voorzichtig langs. Zo? Oh, en dan is het donker. Oh, we zijn hier nog niet eens geweest. Joch, gekkerts. Huh, hey, god. Oké, okay, die wil ik even hebben. Die wil ik even hebben. Misschien dat we nog wel een coole klok kunnen maken. Want die kan je ook aan de muur hangen. Door middel van een uh, item frame, dacht ik. Maar ja, we moeten ook nog even... Het ladderprobleem probleem is nog wel uh, een groot probleem eigenlijk. Want die ladder... Zeg maar, ik had de Paarden al vermoord, zo slim was ik. Maar het, ja, het, het is zo moeilijk om, om, om aan leather te komen. Ik moet nog even gewoon een keertje de wereld exploren en zo. En dan um, fix ik dat wel, dan lok ik ze en dan maak ik een farm. Alleen dan moeten we nog even kijken van hoe en wat. Um, dus ja, dan gaan we dan ook wel in, in, in een. Ja, ik zeg, maar, ik zeg nu wel weer van, dat gaan we ook weer binnenkort doen. Ik heb nog zoveel op de planning staan, en dat is ook nog zoveel redenen om deze serie nog veel langer te maken dan die al is. Uh, ik vind het gewoon nog heel leuk om deze serie te doen, en ik ben ook zeker veel dingen van plan. Misschien ook binnenkort even een extra hulptroepen vragen. Um, ik dacht er namelijk aan, want ik heb hier namelijk nog ergens 15 euro liggen. Van hé, uh, hey, misschien is het een goed idee om gewoon even zo'n klein microserverje te kopen, of zelf eentje op te zetten. Um, en dat ik dan zeg maar gewoon even uh, zeg: van, Hey, kan jij even helpen? Dan gooi ik even een servetje open. En dan komt er een aflevering met iemand anders erbij. Waarin wij dus samen, ik en die persoon, een, een, een leuke aflevering gaan uh, maken. Samen. Ja, dat, 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 dat leek mij in ieder geval hartstikke leuk. Uh, ik ga dan ondertussen even mijn uh, furnaces aanvullen. Dus ik ga even allemaal leeghalen. Oh, hier zit nog één kompenstandblokje. Wat lullig. En dan, um, even kijken, dan maken we hier zoiets. Even kijken, dan maken we in achten, verdelen we het. Dus doen we zo, 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 zo en zo. En dan hebben wij dat alweer een beetje gedaan. En wat wij dan doen is, uh, even kijken, de rest een beetje in de chest stoppen. Want dat is altijd wel even een slim ideetje. Dan wil ik uh, even, hoeveel vunters? 1, 2, 3, 4, 5. Dan moeten we dus 5 stekjes uh, cobblestone en dan doen wij dat ook in de furnace, zeg maar, zodat dit allemaal kan koken. Want voor de mensen die dat niet weten: um, hoe heet het? 8 kool kan 1 stack cobblestone koken. Uh, en dat, dat, want 1 kol kan 8 uh, blokken koken. En 8 keer 8 is 64. Reken maar uit. Nou, ik heb het eigenlijk al voor je gedaan. Maar oké. Okay. <laughs> dus dat is een beetje. Dat is altijd wel een goede tip als je, als je dat soort dingen gaat doen. Oh, het is nacht, hè? Ik moet even slapen. Oh nee, wacht. Had ik, ik had al geslapen. Oh my god, it's a beautiful day. The sun is shining and I feel good. Yes. Oké. Okay. Nou, dan gaan we binnenkort gaan we dus even een beetje farmen en een beetje avontuur maken. Want ik... Ja, sorry, de kant waar we nog niet op zijn gegaan... Ga we zijn een beetje daar... Oh, hey. Uh, we zijn een beetje daarheen gegaan. En we zijn een beetje daarheen gegaan. Um, dus de kanten die we nog op kunnen is daarheen, daarheen en daarheen. En een beetje daarheen en een beetje daarheen. Uh, alleen daar zit heel veel desert... Dus dat is een beetje een probleempje. Want uh, je moet natuurlijk niet altijd met desert komen. En dat, daar vind je natuurlijk helemaal niks. Uh, misschien, een, misschien een tempel. Mm, misschien, dat zou ook nog kunnen. Dat we naar een tempel op zoek gaan. Dat zien we allemaal vanzelf al. Jongens, ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken. In de volgende aflevering gaan wij dus op avontuur. En gaan we kijken of wij. Uh, hier een beetje een dierenfarm kunnen maken. Dan gaan wij binnenkort ook nog de livestream doen. Die livestream zal aangekondigd worden in een aflevering van uh, deze survival en ook in een extra videoetje, zodat jij live kan kijken, maar ook alles terug kan kijken. Dan bedankt je voor het kijken. Doe natuurlijk even nog een duimpje omhoog en uh, peace out.